Oppo begint langzamerhand een van de grote merken in Nederland te worden en is ook bij steeds meer providers beschikbaar. En dat maakt de telefoons van Oppo eigenlijk een directe concurrent voor de telefoons van Samsung. Nou, als je het dan over budgetmodellen hebt, dan zijn de Samsung Galaxy A41 en de Oppo A53 belangrijke toestellen rond de €200. In deze vergelijking vertel ik je welke de beste is. De Samsung Galaxy A41 is duidelijk kleiner. Hij heeft een 6,1 inch scherm. De Oppo A53 heeft een 6,5 inch scherm. Dat zie je wel als je ze naast elkaar legt. Verder is het ontwerp redelijk aan elkaar gewaagd. Ze hebben een plastic achterkant, een glazen voorkant, een plastic rand. Ik vind de achterkant van de Oppo misschien net iets mooier met een glimmende afwerking. De Samsung die heeft een soort van diamantpatroon erin. Dat kun je natuurlijk ook tof vinden. Dus wat dat betreft zou ik ze een gelijk spel geven. Ik moet wel zeggen, de Oppo is functioneel wat beter qua ontwerp. Hij heeft namelijk een vingerafdrukscanner op de achterkant. Bij de Samsung zit hij in het scherm. Nou, dat is allemaal leuk en fancy, maar die werkt gewoon niet zo goed. Terwijl die vingerafdrukscanner op de achterkant van de Oppo wel goed werkt. En de Oppo heeft stereo speakers die behoorlijk goed klinken tegenover het simpele mono speakertje van de Samsung. De schermen zijn nogal een verschil. Die van de Oppo is dus groter. Hij heeft een punch-hole notch in de zijkant. Samsung heeft een druppel notch en een wat kleiner scherm. Samsung heeft vooral ook een veel beter scherm. Het is een 6,1 inch Full HD Plus AMOLED scherm, wat er gewoon heel erg mooi uitziet. De kleurweergave is spetterend en mooi, het contrast is oneindig. Het scherm is scherp genoeg, het is gewoon top. De Oppo heeft niet zo'n heel erg mooi scherm. Het is een 6,5 inch HD Plus IPS LCD scherm. Nou, HD Plus is gewoon een beetje een karige resolutie en je ziet echt dat het scherm minder scherp is dan dat van de Samsung. Oppo heeft wel een verversingssnelheid van 90 Hz en die verversingssnelheid die is op papier natuurlijk heel fijn. In de praktijk merk je niet echt een heel erg groot verschil met bijvoorbeeld scrollen en dat heeft er alles mee te maken dat dit gewoon niet de snelste smartphones zijn. Dus eigenlijk een beetje de power ontbreekt om echt van dat 90 Hz scherm gebruik te maken. Dat brengt me meteen tot de prestaties. De Samsung heeft een MediaTek Helio P65 chip. De Oppo heeft een Snapdragon 460 chip van Qualcomm. Ja, het zijn beide vrij eenvoudige octa-core processoren. Gewoon oké, maar zeker niet super snel. Ze hebben allebei 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte. Van de Oppo kun je ook nog de A53S variant krijgen. Die heeft 128 GB opslagruimte. Overigens zijn ze beide uitbreidbaar met een micro SD kaartje. En kun je er een tweede simkaart in doen. Dus dat zijn twee losse sloten waardoor je dat tegelijk kan doen. Dus die 128 gig lijkt me niet zo heel erg nuttig. Beide presteren ze gewoon oké voor een budget smartphone. Maar het zijn zeker niet de snelste toestellen. Samsung Galaxy A41 is wel nog wat trager. Dat heeft ten eerste met software te maken. Die is gewoon wat zwaarder van Samsung. De Oppo die heeft ook een iets modernere chip. Die is gewoon zeker niet de snelste in dagelijks gebruik, maar niet irritant traag. En bij de Samsung Galaxy A41 vind ik het nog wel eens irritant hoe langzaam die is. Dan de software. Samsung maakt gebruik van de One UI die je waarschijnlijk inmiddels wel bekend is. Oppo heeft zijn eigen Color OS software. Het zijn beide vrij sterk aangepaste versies van Android. Android 10 zelfs allebei op dit moment. Ik vind niet dat er een duidelijke winnaar is. Ze zijn beide functioneel best uitgebreid en goed. Ze zien er beide aardig uit. Ze zijn wel sterk aangepast. Het is een beetje je persoonlijke voorkeur welke je mooier vindt. Qua ondersteuning denk ik dat ze elkaar ook niet veel ontlopen. Op dit moment krijgen ze in ieder geval elk kwartaal beveiligingsupdates. En ze hebben allebei geen harde beloftes over hoeveel upgrades er komen. Nou, Samsung staat op dat vlak relatief goed bekend en ook Oppo lijkt het niet heel slecht te doen. Dus voor deze twee budgettoestellen verwacht ik niet dat het veel verschilt. De camera's die verschillen wel nogal. Ze hebben allebei 3 camera's die aan de zijkant geplaatst zitten. Ziet er redelijk vergelijkbaar uit, maar de prestaties zijn toch echt heel anders. Ten eerste heeft de Samsung een betere opstelling. Hij heeft een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoekcamera en een 5 megapixel dieptesensor. Die dieptesensor heb je niks aan, maar die groothoekcamera die is best wel handig. De Oppo heeft een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptesensor. En die laatste twee heb je gewoon vrij weinig aan. Dus functioneel heb je alleen maar de hoofdcamera. Nou, dat is één ding.
Andere ding is dat de hoofdcamera van de Samsung gewoon een stuk beter is. Het is een 48 megapixel camera. Hij maakt standaard 12 megapixel foto's. Die foto's zijn zeker niet briljant, maar ze zijn relatief detailrijk. En ook de kleuren die Samsung vastlegt zijn mooi. De Oppo maakt duidelijk veel minder detailrijke foto's. En ook qua kleuren scoort hij minder. Het contrast is vaak heel hoog, waardoor in donkere gebieden in de foto's een beetje details wegvallen. En de kleuren zijn vaak een beetje aan de flatse kant tegenover de Samsung. Waardoor ook dat er gewoon minder mooi uitziet. Dus als de camera belangrijk voor je is, dan is de Samsung Galaxy A41 zeker een betere keuze. Als de batterij belangrijker voor je is, dan moet je weer bij de Oppo zijn, want die heeft duidelijk een betere batterij. Het is een 5000 mAh batterij tegenover de 3500 in de Samsung. Nou, de Samsung komt de dag door, maar niet met heel veel marge. De Oppo komt met heel veel gemak de dag door en vaak zelfs 2 dagen. Dus dat is echt wel een stuk beter. Opladen doet hij met 18 watt en dat is net iets sneller dan de 15 watt van de Samsung, maar daar hoef je niet om te doen. De Samsung Galaxy A41 is duidelijk de duurdere van de twee. Hij kost €220 tegenover €170 voor de Oppo A53. En dat zie je wel, vooral in het scherm en in de camera. Het scherm van de A41 is echt heel mooi. De camera is niet briljant, maar maakt op zich mooie plaatjes. Terwijl de camera van de Oppo echt vrij matig is en ook het scherm niet briljant is. Daar staat tegenover dat op heel veel andere vlakken, die in het dagelijks gebruik misschien wel belangrijker zijn, de Oppo A53 weer beter scoort. Hij is net wat sneller, hij heeft een veel betere batterij, hij heeft stereo speakers, wat best handig is. En hij heeft een vingerafdrukscanner die gewoon veel beter werkt. Dus die €50 meer van de Samsung is die eigenlijk niet waard wat mij betreft. Als je nou een telefoon met echt zo goed mogelijk scherm en camera wil, dan is de Samsung Galaxy A41 de betere keuze. Maar geef je daar niet zo heel erg veel om, dan is de Oppo A53 dus niet alleen goedkoper, maar ook op veel andere vlakken nog beter. En wat mij betreft is dat dan ook de winnaar van deze vergelijking. Ik ben Smartphoneman Dominique. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. En als je nog een vraag hebt, dan kun je natuurlijk ook daar terecht. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik jou heel graag in een volgende video. En wil je die nou niet missen, vergeet je dan ook niet op mijn kanaal te abonneren. Doei!